Donderdag werd in de Vrouwenvennenpolder het polderlab Vrouwenvennen geopend. Hier wordt de komende 10 jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van biodiversiteit op veengrond. Nou, we gaan allerlei best wel revolutionaire, radicale ideeën over landbouw in dit gebied gaan we proberen uit te voeren. En kijken of we niet alleen of we bodemstijging om kunnen, een bodemdaling om kunnen vormen in bodemstijging. En of je tegelijkertijd ook nog een soort gezond agrarisch bedrijf kunt hebben, waar je gewoon als boer een normale boterham kunt verdienen. Het onderzoek is mogelijk dankzij burgerinitiatief Land van Ons. Het initiatief koopt landbouwgrond op om vervolgens te onderzoeken hoe de veengrond hersteld en verbeterd kan worden. Nou, dit is een wat typisch perceel. Wij kopen in heel Nederland landbouwgrond op percelen. Waarbij we eigenlijk voor elk perceel plannen maken van hoe kan je nou in deze specifieke situatie biodiversiteit herstellen. En hier zit die onderzoekskant heel erg aan. En samen met de universiteit, want kennis is ook belangrijk. Hè? Als je van mensen verwacht dat ze hun gedrag veranderen, dan moeten ze ook begrijpen waarom ze hun gedrag moeten veranderen. Nou, dat heeft onder andere met kennis te maken. Kennis over ecosystemen, over biodiversiteit, wat goed is, wat niet goed is. Dus die verbinding tussen wetenschap en burger willen we eigenlijk op deze manier proberen te bereiken. Vandaar dat we dat zeg maar graag hier beschikbaar stellen aan de universiteit, zodat ze samen met ons hier de goede dingen kunnen doen. Hoewel het stuk grond zich bij Leidendorp en Oud-Aden bevindt, mocht de burgemeester van Leiden het startsein geven. De hele Leidse regio is namelijk betrokken bij dit project. Ja, dit project is natuurlijk een project in de regio en het is voor en van alle regiogemeenten. Iedereen maakt zich ook wel een beetje zorgen over wat er met dit landschap op termijn gaat gebeuren. Hoe wij ervoor zorgen dat het veenweidelandschap, dat we daar niet steeds meer problemen mee krijgen. Soortgelijke vraagstukken hebben we in andere landen ook. Het stoot ook veel CO2 uit. Ook dat is een probleem waar we mee te maken hebben. Dus het is een probleem van iedereen. Niet alleen vanuit de stad, maar ook vanuit de regio. Land van Ons stelt het stuk land 10 jaar ter beschikking. Tegen die tijd hopen de onderzoekers antwoord te hebben op hun vragen.